Ideeën van het nationaalsocialisme, de opkomst van Hitler en de NSDAP in de jaren 30 van de 20e eeuw. Adolf Hitler was de leider van de nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij, of kortweg NSDAP. Afgekort noemt men nationaalsocialisten nazi's. Na de beurskracht van 1929 kreeg de partij steeds meer aanhangers omdat Hitler beloofde iets aan de economische crisis in het land te doen. Welke ideeën hadden de nazi's precies? Het land was het beste gediend volgens de nazi's met één sterke leider en democratie loste volgens hen niets op. Die sterke leider vonden zij in Adolf Hitler en ze noemden dit het Führerprincipe. De nazi's stelden een rassenleer op. Hiermee maakten zij onderscheid tussen sterke en zwakke rassen en het sterke ras was dan natuurlijk het Duitse Arische ras. Blonde haren en blauwe ogen waren kenmerken van dit ras. Het zwakke ras waren de Joden die volgens de nazi's het Duitse bloed vervuilden. En de Joden kregen overal de schuld van en het schuld geven aan de Joden noemt men antisemitisme, oftewel Jodenhaat. Volgens Hitler had het Duitse volk ook ruimte nodig om zichzelf te ontwikkelen. Duitsland had meer land nodig voor landbouw om meer voedsel te produceren en meer ruimte om fabrieken te bouwen. Hij noemde dit Lebensraum, oftewel levensruimte. In Italië kreeg men in 1922 al te maken met een dictator en die dictator hing het fascisme aan en dat lijkt heel erg sterk op het nationaalsocialisme, maar er zijn een aantal verschillen. Een kenmerk is bijvoorbeeld een sterke leider, dat komt het overeen met Duitsland, er is geen democratie en het is erg nationalistisch. Een belangrijk verschil is wel dat Italië voor de Tweede Wereldoorlog weinig tot geen Jodenhaat kende en later wel. Hier zie je Hitler, de leider van de NSDAP in Duitsland, en hier zie je Mussolini, de dictator van Italië.